aanhang van Wilders is bezorgd over de vrijheid van meningsuiting. Een demonstratie op de eerste dag van het proces tegen Wilders. Het was geen Stalin als president van de Sovjetraad van Ministers op het podium. Stalin sprak zich zelden in het openbaar. Toch zijn er enkele opnamen van zijn meest belangrijke redenvoeringen. De enige vrijheid die hij nog had, die hij nog dacht te hebben, leden van de rechtbank, was om te kunnen denken en zeggen wat hij wil. Maar zelfs die vrijheid dreigt hem nu ontnomen te worden. De Wilders-fans buiten doen er nog een schepje bovenop.